Zou je soms niet liever achter de meisjes rijden dan we in de modder te moeten rijden? Nee, meisjes zijn bijzaak. Dit was Niels Wijtink 8 jaar geleden, toen nog in het veld. En dit is Niels Wijtink anno 2011. Hij is bezig aan zijn 2e jaar bij de belofte en rijdt bij het Colba Mercury Team. Dit is een continentaal team en hierdoor kan Niels als belofte ook meerijden bij de profs. Dat doet hij overigens uitstekend, want vorige week behaalde hij zijn allereerste overwinning bij de grote jongens. Niels won de Ronde van Noord-Holland. Ik voel dat zeer goed aan. Ik had nooit gedacht dat dat mij zou lukken, zeker op die leeftijd. Zelfs al als je mij gezegd had toen bij de belofte kwam van dat ik als 2e jaar bij een continentale ploeg zou rijden, zou ik je waarschijnlijk zot verklaard hebben. En dat ik nu dan al zo'n wedstrijd win, ja, gewoon geen woorden voor. Was je nu bewust van je eigen mogelijkheden dan? Toch wel, min of meer, maar ja, je moet dat nog altijd doen. En zeker in zo'n wedstrijd van 227 kilometer, had ik echt nooit gedacht dat ik zo ver ging komen. Misschien in die iets kortere koersen, dat ik wel prijs zou kunnen rijden, maar in zo'n koers niet. Bij het Colba-team zijn ze in ieder geval heel tevreden van Niels' prestaties. Ze zien in hem trouwens ook een mooie toekomst. We hebben er al heel wat zien passeren, ja. Maar Niels die is toch iemand die van het kaliber dat we nog nooit bij ons gehad hebben. We hebben wel al een Kevin Peters bij ons gehad, een Steven Kousa, maar Niels... Niels staat erop kunnen we volgens ons. Eigenlijk is de ploeg zeer belangrijk. Ook vooral als je een goede sfeer hebt, dan gaan de prestaties van zijn eigen. En dat is zeker het geval bij ons. We zijn echt een super groep. Niels die kan alles. Hij kan iemand ter hulp komen, hij kan zelf naar voren komen. Zijn talenten, zeker zijn afstand. Als we zien in Holland dat hij zegt, ik krijg 170 kilometer mee. Niet met zware benen, maar toch zo met loomge weg en komt erdoor en hij komt te winnen. Dat is volgens mij zijn beste talent. Graag zou ik er van mijn hobby mijn beroep maken natuurlijk. Het zijn er weinig gegeven. Daarom heb ik ook eerst gezorgd dat ik mijn diploma had. Dat is toch wel belangrijk. En ja, nu ga ik alles proberen zetten op het wielrennen en proberen er iets van te maken. En wat is jouw droom als wielrenner? De Ronde van Vlaanderen toch wel winnen, ja. En eenmaal de Ronde van Frankrijk rijden. Dat is gewoon, ik vind als wielrenner moet je dat toch 1 keer gedaan hebben. Dat is echt iets, dat hoort erbij.